Ademnood van Helene Bakker. Suzanne ligt op een bed in het tuinhuisje. De twee deuren van het huisje staan wijd open, zodat er frisse lucht naar binnen komt. Vanuit haar bed kan Suzanne precies tussen struiken door de achterdeur van de buren zien. Die buren wonen er net. En Suzanne is vooral benieuwd naar haar nieuwe buurjongen. Jim heet hij. Ze heeft haar zonnebril opgezet. Zo kan niemand zien dat ze de deur goed in de gaten houdt. Als hij maar aardig is, denkt ze. Ik hoop maar dat hij het niet erg vindt dat ik ziek ben. Ze weet al dat hij bij haar in de klas komt. Vorige week was hij op school, heeft ze van Anna haar vriendin gehoord. Hij was even in hun klas en had zich voorgesteld. Jim van Schie. Anna vond het een leuke jongen. Maar net die dag kon zij niet op school zijn. Ze was weer eens voor controle in het ziekenhuis. Heel vaak moet dat en soms moet ze er blijven. Ze heeft ook zo'n rotziekte, taaislijmziekte. Haar dokter was deze keer streng. Ze moest meer eten, had hij gezegd, want ze was afgevallen. Moeilijk hoor, zo'n dieet met veel eten.